Uiteraard wilden we op dinsdag opnemen, maar helaas, Guido kon niet. En aangezien Guido nog steeds de onbetwiste nummer 1 is en wij bij de ratio wel aan teamorders doen, is dit de late editie van DRS: De Ratio. Jij komt er niet. Nee, ik heb donderdag aangegeven dat ik een begrafenis had. En jij gaf 23 minuten van tevoren vandaag aan dat ik 12 uur niet redden. Ja. En ik herinner het ook niet, want ik had echt een hele belangrijke afspraak. En die, daar kon nee. ik gewoon niet onderuit. Het was een, een crisisgesprek. Een crisis, maar, pers maar met, met Denise? Of, uh... nee, 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 gelukkig niet. Nee, nee, nee. nee. Ja, ons was zeker wel gekomen. <laughs> <laughs> nee. Maar nee, ik. Uh... Nee, ik, ik ben een, uh, een nieuw huis aan het verbouwen en daar moest ik gewoon aanwezig zijn bij, de, bij die meeting. Dus, uh, da, dus en die stond 23 minuten voor deze podcast ingepland? Uh, nee, 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 want ik gaf aan dat ik om half tien, kwart voor tien, nee tien uur hè, heb ik. Van, ik ga het niet redden jongens, om twaalf uur, dus we moeten het naar vanmiddag verschuiven. En uh, hier zitten we nu om uh, 16 uur 43. Ja, ongelooflijk, we moeten er een biertje bij nemen. Oh. Hoezo? Je hebt genoeg gedronken de afgelopen tijd, volgens ja, afgelopen, mij. een paar weken wel. Ja. Ja. God man. We gaan, uh, we gaan wel eerst even het nieuws voornemen, dat is wel lekker van de late editie. Ik hey, vraag je, ga jij eigenlijk naar de fashion show deze week? <laughs> nee. heb ik niks te zoeken over. Nee, omdat jij zo'n t-shirt aan met de strokes. Oh, nu zeg je het wel goed. Niet de strokers. Strokers. Ja, maar ik snap dat een man die. die... Wat is dat? Maar ik, ik heb geen idee, wat, wat is dit? De strokes? Ja. Dat is een band. Echt? Is dat, zijn die bekend? Ja, maar ik, kijk, jij, jij, jij hebt het over Gerard Joling en Django ja. Wagner en zo. Dat vind je allemaal fantastisch. Dus ik neem het je niet kwalijk dat je een van de grootste rockbands uit de US uh, niet kent. Echt? Wat noemen ze een bekend nummer dan? Uh, someday. Oké. Okay. You Only Live Once. Maar goed, genoeg over muziek. We gaan, uh, we gaan naar het nieuws. <laughs> na <Naar> de strokers. <laughs> strokers. Um, na Na maandenlang speculeren lijkt het eindelijk bekend wat het nieuwe team van Adrian Newey wordt, namelijk... Esther Martin. Ik zag een interview met uh, Lawrence Stroll. En dat er werd die, die, die... Nou, eigenlijk zei die het gewoon. Maar hij zei van... Uh, de, die interviewer die vroeg van... Hé, hey, kunnen we ervan aangaan dat je alles op alles gaat zetten om uh, hem binnen te halen? En dan zei hij, ja, daar kan je van op aangaan. Wat, wat is dat dan? Is dat gewoon een blanco check of... Nou, ja, in ieder geval wel gewoon een hele goede deal. En die deal zal natuurlijk met verschillende aspecten te maken hebben. Hè? Ik bedoel, eerst natuurlijk, uh, wat gaat hij verdienen? En ten tweede, uh, wat... wat... Wat kan hij doen binnen het team? He, welke mensen heeft hij beschikbaar? Uh, welke mensen kan hij halen? Uh, is er een side project? dat is natuurlijk voor Nieuw mega belangrijk. Maar laten we eens al die vragen eens behandelen. Dus nummer één, ja. het geld, dat is dat, er. dat is er. Ja, dat is en ja. hij gaat <laughs> gewoon. Uh, waarschijnlijk buiten het budgetcap uh, heeft hij gewoon een hele goede deal. Misschien krijgt hij wel aandelen, dat weet je niet. Ja, bijvoorbeeld. Dat, dat, okay. dat, dat kan maar zo. Maar in ieder geval, hij gaat gewoon goed geld verdienen. Ja, maar dat is bij Laurence Stroll natuurlijk geen probleem. Dat nee. weten we. Maar dan die tweede vraag. Uh, wie, wie, wie haal je? Ja, nou Zoveel ja. plekken zijn er ook niet meer, toch? Alle topposities zijn al een beetje... Die stoelendans is al een beetje geweest. Nee, maar goed. Kijk, het is natuurlijk wel een team die in opbouw is. En, en vorig jaar, ja, daarvoor hadden ze eigenlijk best wel een prima jaar. Dit jaar zijn ze wat verder teruggevallen. Uh, veel veel, een uh, beetje up en downs. Dus de ene race is wel goed, de andere race is helemaal niet goed. Maar wat ze natuurlijk wel heel veel uh, en goed gedaan hebben, is natuurlijk de fabriek vernieuwd, windtunnel vernieuwd, een uh, paar goede mensen aangenomen. En nu, zometeen kerst de taart. Ja, als ze natuurlijk zo nieuw in het binnenhalen, is het natuurlijk wel een, 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 een kerel overal waar hij gezeten heeft, is succesvol geweest. Ja, met name natuurlijk Red Bull. Ja. Uh, hoe Marco zegt overigens, het, het ontvallen van Newey bij ons heeft niks te maken met de crisis nu. Want hij was eigenlijk al in het voorjaar ook niet meer betrokken met, uh, met, deze, met deze bolide. Um, wat geloof je dat? Nee, maar ik denk dat het gewoon een beetje is van ja, weet je, uh, laat, laat dat maar lekker gaan. Uh, als we dat nog een keer opgooien in de pers, dan, uh, dan breekt het natuurlijk helemaal de pleuris uit. Ja. Dus ja, ik snap wel waarom hij dat gewoon op die manier zo netjes gezegd heeft. Alleen ik denk dat Edu Nui sowieso heel erg belangrijk is geweest in de, uh, in de afgelopen jaren bij Red Bull. En ik denk dat hij zometeen ook gewoon heel erg belangrijk gaat zijn uh, bij Aston Martin. Alleen, ja, ik vind het nog steeds jammer, hè, een paar, paar weken geleden, een paar maanden geleden zei ik van dat hij heel dichtbij was bij Ferrari. Mm -hmm. Dat was ook zo, alleen ja. Die nou, ik wil net zeggen, jouw bron die overigens Hamilton al uh, acht maanden van tevoren zei van, nou, die heeft al getekend, die zit nu met uh, Fred Vasseur lekker aan uh, de Pio in Monaco, maar die zei ook dat Newey naar ja. ging. ja, was er vrij stellig over. Ja, ja en dat maar was wat heel. Wat is daar dan misgegaan? Ja, maar dat, is heel, dat was heel dichtbij en uh, dat, dat leek ook gewoon echt goed te gaan komen. Alleen ja, als dan vervolgens iemand anders voorbij komt die een veel betere deal heeft. Uh, waar je nog meer geld kan verdienen... en waar je nog meer uh, interessante projecten eromheen kan doen... ja, dan ga je er natuurlijk over nadenken. Maar en... wat voor interessante projecten zijn dat dan? Nou zo'n ja, bijvoorbeeld of zo? Zo'n straatauto? Zo straatauto, iemand boot. Hij is natuurlijk heel gek mm -hmm. op boten. Of misschien dat hij aandelen krijgt... of dat hij misschien een stuk zeggenschap krijgt in het team. En kan één zo'n man van... van en dan hebben we het natuurlijk wel over een topnaam, Nieuwe... maar kan hij er een topteam van maken? Nee, daar heb je natuurlijk wel goede andere mensen voor nodig. Maar goed, die weet hij... Dus Alleen, hoe lang gaat dit proces duren? Nou, ja, ik denk dat je vooral moet kijken naar de nieuwe regelgeving. De 2026. Um, daar zal hij zich gewoon heel erg op gaan focussen. En, en ja, je weet dan ook dat als hij daar echt gewoon zijn tanden in bijt. en, en uh, gaat de goede kant op. Zijn tanden plus, in zet. Sorry, zijn tanden erin zet whatever, erin zet. Maar dan, dan, dan kan het echt wel eens een keer de hele goede kant op gaan. Ja. En, uh, en dan kunnen ze natuurlijk ook gaan, gaan kiezen van uh, welke rijders gaan we erin zetten. Want dan is een positie van. Misschien dat hij je wel heeft gezegd van hey, die positie van je zoon, ik kom graag. Ja, maar ook maar... van Alonso. Ik bedoel, alle respect Alonso dit jaar. Uh, je ziet dat hij, dat hij iets ouder begint te worden. Ja. En dat dat de scherpte eraf is. En af en toe, als hij dan wel de kans krijgt om misschien een weekje podium te halen of top 5, top 6, dan zien wel weer shine. Alles daarachter heeft iets van ja. Pf, ik rijd lekker die race uit. En als een keer uh, uh, strol voor me eindig... vind ik het allemaal prima. Um, maar ja, die, die gaat denk ik niet heel lang meer mee. Sowieso het, het uh, moment van doorselecteren, uh, bij Mercedes hebben we het gezien met Kimi Antonelli, meteen vrije training 1, meteen in de muur, een beetje flauw dat ik het zeg. Maar is dat? Ik zag een interview met Jeroen Bleekmolen, die zei: hij is van Max Verstappen materiaal. Nou, er eens? Nee, nee, dat wil ik niet zeggen. Ik vind dat hij wel. Um, Heel erg hard gepromoot is en gepoest. Door jou. <laughs> ook. Onder andere, maar door, door, door velen. Nee, heb... Jij zegt al maanden van dit is. Uh, ik en... heb in de karting gezien. Zeker. En, zeker. En, en, ik dit ben is ook het grootste talent ooit. Ik ben ook super enthousiast. En alleen het is geen Max Stappen. Ik bedoel, Max Stappen is denk ik gewoon. Ja, weet je, op dit moment de, de beste rijder van de wereld. Uh, en daaronder vallen gewoon uh, wat andere rijders. Alleen uh, hij heeft het wel in zich. En dat is een jongen die heel snel is. Ik, wat, ik, wat ik al eerder zei, ik heb hem eerder in de karting gezien. Daar, daar zag je dingen doen, ook inhalen, de manier van rijden, hoe agressief die is. En vrije training één dan? Heel stom. Mega dom. Maar um, en die uitleg die hij gaf? Want ja. dan refereer ik weer van aan Blekemolen. En, en hij zei: Nou, je ziet aan zijn uitleg al dat het een topper is. Dat hij zei: Luister, ik heb niet veel uh, ervaring met die uh, Pirelli-banden. Ze werden te heet En met zoveel uh, hitte had ik eigenlijk die bocht niet zo snel kunnen nemen. Ja, maar de derde, derde vliegende ronde waar je in zit. In je eerste vrije training. Op een circuit die je goed kent. In de auto die je misschien niet heel erg goed kent. Ja, wil je toch ga dan je er gaan. niet af? Wil je, je gaat lekker gaan. Weet je, maar je gaat niet in ronde drie eraf. Je wilt toch die, als, je, als jij met zoveel bombaren, je zegt net. Zoveel gehyped. Zoveel bombarier wordt je aangekondigd. Je zit in een. In een ja, maar in doet een doet die zelf. ultra ronde. Ja, maar het was ook niet heel ultra. -ronde. had hem op één gezet dan. Het ja, ski wordt steeds beter. Je hebt nog een setje banden. Leer van je momenten. Leer gewoon de circuit te leren kennen. Want ski is natuurlijk hè, nieuw asfalt. Uh, helemaal nieuw neergelegd. Dus je weet niet waar de grip ligt. Je weet niet uh, hoe, hoe het loopt. Want... Hij weet überhaupt niet, want hij zit voor het eerst in die Mercedes. Ja, want hij heeft ook in die oude auto een keer gereden. Ja, maar deze is voor het eerst. Maar heel eerlijk, ik vond het gewoon oer en oer dom. En nogmaals, nogmaals Ed, het is een groot talent. Uh, ik heb heel veel respect voor hem. En ik zal hem altijd blijven pushen. Want ja, dit is wel een joggie die iets gewoon heeft. Hij mm -hmm. heeft iets. Alleen dit was gewoon heel stom. Dat had dat, 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 dat nooit mogen gebeuren. Nee, dan uh, gaat hij volgend jaar de strijd aan met Russell. Ja. Lastig en moeilijk aan het begin van het jaar. Voor wie? Uh, voor uh, Antonelli. En niet voor Russell, denk ik. Nee. nee. Maar als, als, uh, ik bedoel, als uh, Antonelli hem de eerste vier races uh, voor Russell zet, is toch een exit Russell. Uh, maar dat, dat ga ik denk ik niet heel snel gebeuren. Nee? Nee. Ik denk dat Russell daar dan nummer één gaat worden. En Antonelli zal gewoon uh, rustig aan uh, moeten leren, moeten laten zien wat hij kan, ervaring opdoen. Sommige squeeze is hij natuurlijk nog nooit geweest. Mm -hmm. Dus hij heeft daar genoeg de tijd voor. En ik vind het mooi wel dat een Toto Wolf wel kiest om een jong talent erin te zetten, die gewoon heel veel potentie heeft. Ja, hij heeft natuurlijk eerder die kans gehad om Max ooit erin te zetten, nou die miste natuurlijk die kans dat Red Bull voor was. Ja. En nu grijpt hij wel in en zegt hij van... oké, okay, let's go, laten we met die gozer proberen. Alleen ik denk wel dat hij de kans moet krijgen... om zich stapsgewijs um, ja, te kunnen laten zien. En hoe denk jij dat het trouwens uh, privé gaat met Hamilton? Want? Nou, dat interview, heb je dat gezien? Nee, dan Na de kwalificatie, dat, dat, dat hij echt gewoon... Uh... Dat hij het pol miste en dat hij zei van... het ja, hoe... gaat niet goed met me. Ja. Maar ja. dat hij... Uh, het kwam echt een beetje. Ik heb hem nooit, nog nooit zo echt zo uh, verslagen voor de camera zien staan. Die edjes kwijt. Dat gebeurt met leeftijd. Ik heb het echt niet goed gedaan, deze kwalificatie. Alleen ik ben de schuldige kwalificatie is mijn zwakte de laatste tijd. En dat is zwaar. Het team verdient beter en misschien krijgen ze dat met Kimi. Ja, dat maar dan sta je in Monza, heb je getekend voor Ferrari. En dan ga je deze woorden spreken terwijl er uh, 40.000 tifosi of misschien wel meer, ik weet het niet eens. Ja, maar ja, ik snap het wel, want hij heeft nog nooit zijn hele leven zo lang achter elkaar en zoveel in een één jaar uh, achter zijn teamgenoot gestaan in de kwalificatie. Mm -hmm. En zijn teamgenoot heeft de eerste vrije training niet gereden, de tweede vrije training heeft hij uh, 10 of 15 rondjes kunnen rijden. Dus die had al een mega achterstand in de zet in de kwalificatie. zet rust hem weer ervoor. Ja. Dus ergens uh, snap ik wel waarom die gefrustreerd is. En we weten natuurlijk met z'n allen dat Hamilton altijd een geweldenaar <laughs> was. En af en toe ook is nog steeds in kwalificatie. Maar het komt door de leeftijd. De, 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 de edge gaat eraf. De, de, de sharpness gaat eraf. En Dat, dat, dat merk je gewoon. Ja, maar dat zie, je, zie, je bij een, zie je dat bij een Alonso ook? Je? Ook ja. ja? Well. Kijk, racen zullen ze nooit verleren. Maar racen is die, blijft hij een van de beste. Alleen... In de kwalificatie over één rondje, je, je, je wordt daar gewoon minder scherp. Ik bedoel, ik heb het zelf meegemaakt. En misschien zat ik niet op het hoogste niveau, maar dat gebeurt gewoon. Dan kan je niks aan doen. Nou, maar, jij was boor... maar wanneer merkte je dat dan? Want, ja, want... Vond ik vond je heel scherp juist. Ja, maar die kwalificatie. Scherper dan was in 1 Ook niet. Toen ik zeg maar 37, 38 was, toen was het ook een beetje minder. Toen ging het ook niet meer het laaie dakje. Nee? nee. En de race, dat, dat, dat werd steeds beter. Ik bedoel, misschien door de ervaring dat je mm -hmm. hebt natuurlijk. Uh, om de problemen heen rijden. en Of als er wat gebeurt, dat je rustig blijft. Zo, whatever. Dat, maar de kwalificatie, dat is gewoon één rondje, één kans. En dan, als je één foutje hebt in bocht één en de laatste bocht, zoals Hamilton had, ja dan ben je twee tiende kwijt, dan sta je uh, zesde. Ja. Maar dat is natuurlijk ook. Hè? Die, die, die... Of vijfde, wat zond De eerste die? acht auto's zijn zo competitief uh, dat dat soort foutjes ook niet gemaakt kunnen worden. Of Vacht. niet competitief, aan elkaar gewaagd. Nee, hey, maar het als zeggen. je tien jaar geleden kijkt, dan had hij een pol gezet. Ja. Misschien vijf jaar geleden ook <laughs> nog. Ja. Was jij bij Racing Nederland wel nummer één? Of nummer 2 achter? Uh... Nee, Nick de Vries die deed altijd kwalificatie. Uh, toen Nick bij ons reed. En Job uh, verdeelden we. Dus uh, de ene race ik, de andere race hij. En dan keek je zeg maar wat voor circuit je goed lag. Dus ik deed Spa, hij deed Portugal. Uh, ik hij deed Willem A. Ik deed dan um, Bahrein twee keer achter elkaar. Dat is een beetje net het circuit-type wat je ligt. Maar dan hebben we het ook een beetje met, met Endurance Racing appels met peren. Ik, ik, ik wil een brugje maken, natuurlijk, naar. Laat ik hem anders doen. Stel je voor, jij bent Zach Brown. Je staat er aan die pitwall. Wat doe je? Lennon Norris nummer 1 uh, neerzetten. Ja? Ja, voorbij laten gaan. Ja, 100%. Slechte start. Nou ja, het ging slecht start. Nou ja, niet zijn beste start, laat ik het zo zeggen. Maar ook niet zo slecht. Hij had in ieder geval geen slechte start. Alleen het enige nadeel, hij kwam op zich oké okay weg. Verdeelde de binnenkant. Vervolgens bleef hij in de middenrij, wat hij gewoon goed deed. Hij kwam het eerste door bocht 1 en bocht 2 heen. Alleen hij had een mega overstuurmoment in bocht 2. Ja. Dus toen op het gas ging, whoop, zag ik die achterkant in één keer wegglijden. En dat, dat neemt natuurlijk allemaal mee, dat momentum, naar de volgende chicane. Bocht 3 ja. en 4. En waar dan met... Leclerc er voorbij komt. Waar uh, Piastri er voorbij komt. Ja, maar Leclerc ook toch? ook ja vervolgens. alleen Piastri die zet hem dus aan de buitenkant en Norris zit aan de binnen, of Norse zit aan de binnenkant. Maar je weet dat je daar aan de binnenkant zit en je remt gelijk. Dus je moet hem nooit later laten remmen die andere. Dat deed dus Norris wel. En en maar schiet hier af toch? Ja, maar als, als hij net zo laat geremd had en had hem gewoon. Uh, iets door laten lopen. Dat Piassi er niet voorbij was geweest voordat de bocht insturen was. Dan had Piassi door moeten gaan. Had Norris de bocht kunnen halen. En had Piassi hem vervolgens weer voorbij moeten laten gaan. Dan had Norris eerst gelegen en had hij de race gewonnen. Ja, denk je. Gewonnen. Ja. Oké, okay, Dus wie, wie heeft hier een fout gemaakt? Uh, McLaren. In de vorm van? Dat ze gewoon moeten gaan kiezen. Nee, nu. maar wie? Wie is daar verantwoordelijk voor? Jack Brown, uh, André Stella. Ja, dat, want dat vind ik interessant. Wie maakt dan uiteindelijk die call? Ik denk dat Stella die call maakt. En dat, uh, dat hij zich van ja, ze mogen gewoon vechten en racen met elkaar. Alleen kom op jongens. Je kan constateurskampioen worden. En je kan rijderskampioenschap winnen. Mm -hmm. Wie staat het beste ervoor in het rijderskampioenschap? Dat is Norris. Dan geef je die prioriteit. Je geeft wel prioriteit. Want heel eerlijk, als je gaat kijken, Budapest heeft die overwinning weggegooid. Norris. Door, door McLaren. Dit weekend, afgelopen weekend, heeft hij een overwinning weggegooid. Als je kijkt, dat is gewoon 12 punten uh, wat je gewoon weggooit. Dus had 12 punten had hij beter kunnen presteren als je, in ja. dit jaar. Dus had je nu op 47 gestaan of zo? Of 49 zoiets? Uh, als hij 12 punten erbij had, had ja. hij nu op uh, 253 gestaan. 50 punten achter Max dan. Ja. Ja. Dus dat, dat scheelt enorm. Ja. En, uh, en dat, is, dat is zonde. En ik denk hè, broer, we hebben natuurlijk, ik heb ook het interview gezien Rosberg met Zack Brown. Dat was uh, geweldig. Steengoed. Leer jij daarvan? Want ik zeker. zat te denken, dat moet je ook meer doen, man. Je ja, moet ook meer gewoon gestrekt been erin. Ja. Ik, ik, vind, ik, ik vind dat je stappen maakt, maar bij Viaplay dacht ik wel af en toe van oh, een beetje lief, weet ja. je wel. Dan leek het soms van, oh, ik heb ik heb nu Leclerc voor de camera, dus dat zal genoeg. Maar toen, en dat had Rosberg in het begin natuurlijk ook, hè, een ja. beetje, nou, blijf vriendelijk, de tv-wereld is nieuw, maar jij moet gewoon net zoals Nico, gewoon gestrekt been, vol erin. Ja. Maar ja, en dat, 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 he, dat deed hij fantastisch, want dat interview was gewoon geweldig. Ja, en, voor uh, de luisteraars trouwens, die, die het niet weten, hij, hij zat met Zach Brown, eigenlijk ja. vlak na de race, en hij zei, um, door die actie, Piastri op Norris in bocht 4, geef je Leclerc de kans om ertussen te komen en de race te winnen, misschien dat de... Uh, zijn dat de punten die het WK kosten? Het is tijd om teamorders toe te passen in de papaya rules. Je moet duidelijk en streng zijn, want anders ga je in de problemen komen. En bedenk dit dan even met een Engels uh, zin, met heel veel strengheid en een Duits accent. En daar heb ik al. Dus uh... ja, dat vond ik hartstikke goed dat dit zei. Ja, is het goed? En wat pijnlijker was, uh, Zack Brown wist niet hoe hij ermee om moest gaan. Nee, maar hij is natuurlijk niet gewend uh, dat hij dit soort vragen krijgt dat het rechtstreeks op hem afgevuurd wordt. Ja. Alleen heel eerlijk, hij moet nu die call gaan maken. Hij moet gewoon in het term van het team zeggen, oké, okay, luister jongens, nu hebben we de kans. Er zijn nog acht races en dit is de kans om kampioen te worden. Ja. Gaat niet lukken. Gaat echt niet lukken. Want nee? Bedoel, nee. Heel eerlijk, ze gaan te veel fouten maken. Noor zal te veel fouten maken. En heb je dan over constructeurskampioenschap? Of? Nee, constructeurskampioenschap zullen ze gaan winnen. Ja. Nee, maar Noors krijg. wordt geen wereldkampioen. Noors wordt geen wereldkampioen. Max Stappen wordt dit jaar wereldkampioen. Puur alleen maar omdat hij de ervaring en de kunde heeft om dat binnen te halen. Ja, maar dat zou je van McLaren moeten verwachten. Nee, maar Noors is nooit wereldkampioen geworden. Piastri, die, die, die heeft veel moeite om überhaupt wereldkampioen te worden dit jaar. Maar Noors heeft een serieuze kans. Ik denk dat Piastri eerder wereldkampioen wordt dan Noors. Ja, dat, dat weet ik niet, maar in ieder geval nu als je dit jaar kijkt, heeft Norris de beste papieren in hand om het Max moeilijk te maken. Ja. Maar als het echt om het gevecht gaat en het gaat om de laatste race of de ene laatste race en hij moet alles uit de kast halen wat erin zit, dan gaat Max 100% winnen. Ik wil nog heel veel terug naar, naar, naar McLaren, want ik vond ons vriend Will Buxton, voor de mensen die het gemist hebben, zijn interview dat uh, staat uh, nou, bij Spotify een paar onder deze aflevering. Ik vond dat hij een heel goed punt had en misschien dat het ook wel een beetje speculatie is, maar daar mag jij op uh, reageren. Hij zei, ik snap al maanden niet wat McLaren doet, het slaat echt helemaal nergens op. Heeft Piastri in zijn contract staan dat beide coureurs een nummer 1 status hebben? Want dat is namelijk mogelijk met Mark Webber als manager. Nou, Mark Webber die weet hoe het is om nummer 2 te zijn uh, naast Vettel. Je kan niet op deze manier je coureurs elkaar laten beïnvloeden met een WK op het spel. Je moet slim zijn, je moet het aanvoelen. En ze gaan op deze manier het WK weggooien. En dat is terecht. Want op dit moment verdienen ze het ook niet. Ze doen alles fout. En we zeggen het al maanden. En dat zie je ook bij Leno Norris. Maar zou dat kunnen? Zou Mark Webber gezegd kunnen hebben, hé, hey, we gaan uh, Piastri gaat verlengen, maar ja. er is geen nummer één. Uh, ja. En dat hij dus die calls simpelweg dat... niet kan maken om Norris nee, maar te dat, laten. Dat zou kunnen dat hij dat in contract hebt staan. Alleen heel eerlijk, dan had McLaren ook een. een, een, een uh een clausule erbij moeten zetten van... stel als er een kans is dat de mm -hmm. andere rijder kampioen kan worden... dan moet het omgedraaid worden. Ja, maar als dat niet is gedaan... zou, zou dat dan contractueel zo kunnen? Eh, het zou kunnen, maar persoonlijk denk ik... Hè, als McLaren daar in charge is om Piazzi binnen te halen... en eh, Mark Webber heeft natuurlijk ook die ervaring... Mm -hmm. dan zal McLaren wel slimmer genoeg zijn geweest... om dat zo'n clausule erin te zetten. Nou, ze hebben wel laten zien dat ze niet heel slim zijn. Nee, maar alleen ze moeten nu keuze gaan maken. En eh, je moet ook niet vergeten... Ze hebben natuurlijk jarenlang niet in deze situatie gezeten. Nee. Zack Brown heeft nooit in deze situatie gezeten. Stel wel, stel hij heeft natuurlijk bij Ferrari gezeten, kampioenschappen uh, gestreden, noem het allemaal maar op. Dus die, die moet nu gewoon zeggen: oké, okay, luister, Zack, uh, whatever, what the fuck is going on? Boom, vuist tafel, hij is nummer 1, hij moet het meeste punten scoren. Nu kunnen we het gevecht aangaan voor het kampioenschap. Ja, maar heb, heb jij bijvoorbeeld in jouw contract heb je rare dingen wel eens gezien? Ja, dat je afgekocht wordt. <laughs> Er <laughs> stond geen in je contract. Nee, ik had, wel, ik had wel een racecontract. Ik heb getekend alles erop en daar. Nou, ja, tuurlijk weet je. Er, er zijn zoveel clausules op. De contract is zo dik, man. Ja? Er staan zijn, er zijn, uh, performance clausules in. Uh, uh, team clausules in. Wat je wel moet doen. Uh. Wat was de raarste clausule die je had? Nou nee, ja. Performance clausule. Ik bedoel, je, had altijd, je moet altijd binnen drie, vier tiende zitten van je teamgenoot. Als je daar uh, zes keer buiten bent, uh, dan, je de, dan heb je de kans om eruit geflikkerd te worden. Dus dat soort dingen. Um, maar er staan ook een uh, aantal mediadagen, aan dagen mediauren, uh, uh, sponsorcontracten. Krijg je wat mee? Pakken, helmen. Jonge, dat, dat contract aan... maar niet, niet ten opzichte van je teamgenoot, uh, net natuurlijk al drie, vier ja, De per maar... performance-clausule staat erin. Ja, maar is dat niet bijvoorbeeld, uh, zitten daar nog andere dingen in? Want bijvoorbeeld, als ik het zo hoor, is het, uh, is het contract van PRS 1 à 4tje nou, dat zou wel een stuk dikker zijn dan, uh, dan dat. Maar um, er nee, kunnen heel veel dingen in staan. En dat heeft met de race te maken, met de kwalificatie te maken. Hoeveel keer acht finish je achter je, uh, je teamgenoot. Uh, hoe, hoe doe je het in, in de kwalificatie? Wat zijn de racetijden? Hoeveel langzamer mag je zijn? Ja, dat, ja, dat zijn de gekste dingen die je kan. Doen. En dat is natuurlijk de onderhandeling van management tussen het team. Wat wil je erin laten staan? Wat haal je eruit? Heb je ook andere dingen erin laten zetten destijds? Natuurlijk. Ja, ook rare dingen. Ja, dat man. Uh, business, class, uh, business class. Ja, weet je, dat uiteindelijk, kijk, ik ben natuurlijk afgekocht van mijn contract. Maar ik had wel een heel sterk en goed contract. Want nou, als heb ik, je nu over zouber of Kees? zouber. Ja. Maar als ik dat contract en de mensen niet had gehad, ja, dan, dan was ik, hadden we waarschijnlijk nu nooit in een rechtszaak gezeten. Mm -hmm. Zoeteel. Ja, had ik mijn poen nooit gehad. Dus ja. het is onwijs belangrijk dat je altijd goede advocaten in dienst gaat nemen. Zorg dat het contract waterdicht is. En, uh, en dat je gewoon goede clausules erin hebt staan. En daar ben ik wel van overtuigd. Dat heeft Perez fantastisch voor elkaar. Want bedoel, hij heeft natuurlijk Carlos Lim achter zich. Ja, nou, die het weet wat een en ander van contracten. Ja, maar ja, hij ook wel. Maar uh, waarschijnlijk de family office van hem uh, mm -hmm. weet het nog veel meer en nog veel beter. Ja. Dat is natuurlijk enigszins vergelijkbaar, ja natuurlijk ook uh, uh, Marcel uh, Boekhoorn die veel van, van zaken, dus eigenlijk ja. is het gewoon een zakelijke contract, dat, weet, dat klinkt natuurlijk uh, zo, maar dat ze al het zakelijke waterdicht zijn, dat snap ik. Maar nog even terug naar, naar uh, wat Mark Weber doet, kan die, kan die dat dus zeggen, wat zijn dan de consequenties als je daar niet aan houdt? Uh, boetes? Problemen, meetings, um, ja, noem het maar op. Ik, 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 ik weet natuurlijk ook niet alleen wat hij in zijn contract heeft staan ja, nee. en hoe hij dat niet heeft gezet. Alleen één ding is zeker, uh, ze moeten daar wat gaan doen. Ja. Dan kun je Zack Brown als kiezeltje van de week noemen qua teambaas. Teambaas Diamantje van de week vond ik uh, James Files. Ja? Ja, heb je dat ja. interview nog gezien? Ik vond echt, uh, jij bent geen fan van hem hè? Ik vind dat hij iets te veel politiek lult. Ik ben wel fan van hem hoe hij het oppakt. Wat hij zegt, is allemaal goed, clear en duidelijk. Maar het is iets te, te slicky. Ja? ja ik vond echt hoe die, hij hoe die de uitlag, uh, uitleg gaf over uh, Sergeant. Mm. En waarom ze me uit hadden gedaan. Nee, nee, duidelijk. kler Ik bedoel, die uitleg kan ik ook kunnen geven. Alleen nee, had ik de. Die uitleg had ik 100% kunnen geven, nee. alleen al veel korter. Nee, helemaal ja, niet man. Met die 18 maanden uh, en zo. En, en, en dat hij die stap heeft gemaakt en dat ze dus ook in de data hebben gekeken. Tuurlijk. Waarom niet? Ik bedoel, je bent al maanden, je weet alle in zijn oud. Je ja. weet toch ook hoeveel keer die crash is, hoeveel keer die langzaam is geweest. Hij uh, heeft één keer in de kwalificatie voorgestaan. Maar dat weet ik zelf nog. Ja, okay. ja, bedoel, maar alleen hij, als hij een verhaal gaat doen, jongen, er komt echt een, een heel novel komt eruit. Ja, nee, dat is een, prachtig. Ja, ja dat, dan snap ik echt niet waarom jij uh, een hekel hebt aan, aan Russel. Nee, want bij nou, vind want ik het het zijn punt. een beetje de, de, een de, dezelfde, ja. De ja. Ja. mensen, dezelfde types. Ja, vind ik een goed punt. Alleen ik vind het bij een coureur anders dan bij een teambaas, en zeker misschien omdat veel teambaassen uh, niet heel transparant zijn, en ik vind hem heel transparant hoe hij dingen zegt. Hmm. Ik vind het heel, hmm. heel fijn. Makkelijk dus jij te vindt begrijpen, ook ook transparant. Nee, ik vind Russell van een lul. <laughs> we gaan uh, we gaan weer even verder met. Uh, uh, nou ja, oud oh, nou laat diamant van de week. Had jij goed? Ja. Lekker man. Charlotte. Wat een hè? Voor al die miljoenen. Gruwelijk zo. Toch, hij ja. heeft echt al. Wel... Kijk, heel eerlijk. Hij lag derde. Goeie start. Uh, prima race gereden. Hij had natuurlijk niet helemaal het tempo van de McLaren's. Alleen dan weet je of voor derde. Of ik ga gewoon heel iets anders doen. En hij dacht gewoon: fuck it, ik ga gewoon van die één stop. En dat pakte perfect uit. Ik bedoel, een beter scenario had je niet kunnen, kunnen schrijven. Over een mooi novel of boek, whatever. Maar dit was toch fucking vet, man. Ja, maar ik vond uh, de rol van Science ook mooi. Hoe die hem oppakte ook. Bijna als een soort van, van gatekeeper die alles ervoor gaf. Ja, nou, natuurlijk word je in, uh, op Monza wel gesteund door uh, dat geschreeuw. Ja, ja al die tyfusies en al die, al, al, al die fans werden helemaal gek, man. Ja. Helemaal gek. En dan vind ik het toch jammer dat uh, Leclerc dan in een zwart pak op het podium staat. Ja, sorry. Maar we roepen al een die wil het rood rijden, wil het rood rijden. Ja. Winnen ze hem in een zwart pak. Ja, maar hij heeft toch, op een gegeven moment heeft hij toch zijn pak uitgegaan zonder zijn rode ondergoed. Oh ja, dat ja, ja. heb ik hem al uitgezet. Ja. Ging ik even lekker varen. Um, maar goed, de, de Ferrari. De, hij wint Monza, hij wint uh, Monaco. Uh, Ferrari heeft volgens mij ook het via weg gewonnen afgelopen weekend, toch? Ja, Kubica. Ja. Dus het gaat goed. Uh... Ja, dit, 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 dit denk ik was <laughs> wel een beetje een one-off. Maar ja, denk je? ze hebben wel een, een, een stap gemaakt. Ze hebben een nieuwe vloer meegenomen. Andere kleine updates hebben ze meegenomen. Dus ja, zij moeten natuurlijk wel in, in, in Monza moeten ze presteren. Ja. En uh, dan geef je maar alles. Dan moet je zorgen dat je daar uh, een, een toppakket hebt. Want als je daar wint, dan uh, heeft je in ieder geval weer een, een jaartje <laughs> te gaan. Snap je? Ja, het, zo werkt het natuurlijk. Heel eerlijk. Ja. Alleen van Leclerc het is het natuurlijk gruwelijk dat hij hè, Monaco wint. Zijn thuis Grand Prix. Vervolgens wint die Monza, het Italiaanse, Zij het een Ferrari-team, mm -hmm. uh, thuis circuit, thuisland. Het ah, was gewoon uh, een perfect scenario en hij deed het fantastisch, constant. die banden, geen fout gemaakt. Uh, en voor de tweede keer die race gewonnen. En ja, dan sta je vervolgens op een van de mooiste podiums van, uh, van het jaar. Ja. En dan mag je jou een selfie maken met 100.000 mannen of 200.000 man erachter. Ja, toch ah, Heb jij wel zo'n zo selfie gemaakt? Nee, nooit. Ik heb daar ook gewonnen. Maar ik, ik, er man... stonden waarschijnlijk zes man of zo. Met een, <laughs> met een Duitse vlag. <laughs> maar ja, nee, nee, ja, het, was, oh. het is wel een heel vet pony. Want je moet naar boven lopen. Ja. En dan heb je natuurlijk die brug. En die hekken gaan open. En, dan, en, dan, en, ja, en dan, 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 dan sta je daar zeg maar. Ja, het is wel echt heel dik. Maar sowieso, hè, als, je, als je nagaat. Dat uh, jouw uh, via Play uh, uh, collega en presentatrice Amber uh, Brans. Die zei van nou. Hij kan hierna vredig sterven. Hij heeft Monaco gewonnen, hij heeft Monza gewonnen. Ja, een beetje stomme uitspraak, niet? Nou, ja, nee, ik wilde meer vragen van oh. uh, wat vind je van die uitspraak. Nee, nee, niet wat vind je van die uitspraak, maar. In hoeverre um, compenseren zulke overwinningen uh, toch wel misschien een overschaduwd seizoen bij Ferrari? Nou, wel iets. Kijk, wat ik als. maakt natuurlijk geitje dat Fretje weer een jaartje kan blijven zitten. Nou, maar er zit wel een kern van waarheid. Ja, eigenlijk. zeker. En het helpt natuurlijk wel. Ik bedoel, de volgende dag, als jij de cassette, cassette Del Sport uh, opent, die roze kant in Italië, dan is het natuurlijk een en dan Ferrari. Ja. En iedereen is wel uh, weer in de band van, oh, fantastisch, geweldig. La Ferrari heeft gewonnen in Italië. Met Charles de noemt noem dan maar op. Tuurlijk. Het heeft nu even adem en het gaat nu uh, alleen maar nu even voorlopig over die overwinning. Maar goed, de volgende race. Oké, okay, eerlijk is eerlijk, Leclerc is natuurlijk een monster in Baku. Hij mm heeft -hmm. altijd daar goed gepresteerd, vooral in de kwalificatie. Maar ja, ik denk dat ze even adem hebben. Maar nogmaals moeten ze wel een stap gaan maken, want eh, voor de zomerstop was het natuurlijk dramatisch. Ja, dus ze gaan nog niet vredig sterven. Zeker niet. Nee, 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 nee. hij moet broek, kijk, het is leuk dat je twee races twee, twee in een jaar wint. Maar heel eerlijk, dat is natuurlijk niet genoeg. Nee. Charles Leclerc heeft natuurlijk uh, veel meer ambitie. Volgend jaar komt natuurlijk een Hamilton daar binnen. Een hele grote <laughs> jongen met heel veel ervaring. Dus ze moeten wel beter. Nummer één. Ja. Toch? Nou, ja, of... dat, dat wordt wel een mooi gevecht. Ja? Ja. Gewoon, uh, laat ze maar racen. Uh, ja. Zou je het uh, doen als vasteur was? Tuurlijk laten ze racen. En, en ik denk dat ze heel veel van elkaar kunnen gaan leren en dat het uh, uh, echt wel een heel sterk duo is uh, in het ja, veld. Dat denk ik ook. We gaan uh, we sluiten even af. Nou, trouwens, er is nog veel te bespreken. Anders ga, dan mag jij kiezen waar we het over hebben. Red Bull. Vind je dat leuk? Of uh, nou ook is leuk om even over te hebben. Maar ja, ja dat, dat is één gewoon... minuut superrace gereden. Ja. Geen een fout gemaakt. Uh, ik zat in de buurt bij Albon. Redelijk in de buurt. Ja. Yeah. Beter dan Sargent. Nee, eerlijk gewoon uh, een mooi debuut. Ja, prachtig debuut. Uh, dan gaan we het... Uh, Red Bull? Ja ik, ja, ik wil het even over, heel even kort over die uh, schorsing van Magnus hebben. Ja. Dat is niet mag is, maar... ja, Ik vond die twee punten belachelijk. Ja, toch? Ja, ik maar... vond echt... Kijk, natuurlijk, soms ga je iets te ver en er gebeurde wat en noem het dan maar op. Maar dit was geen twee punten. Nee. Had die jongen gewoon een punt gegeven, had hij het hele race seizoen gewoon rustig aangedaan en had hij hem uitgereden. Moet je dat sowieso niet doen als je al zo op de limiet zit, denk je? Ja, tuurlijk man. Ik bedoel, hij, hij, hij let echt wel op. Hij is echt wel, je ziet echt wel de laatste paar races dat hij wat rustiger rustig is geworden. En soms heeft hij gewoon van die af en toe aparte acties. En hij, hij weet het toch gewoon geen zak meer aan, Guido? Nou, je, je rijdt achteraan bij ja, de denk... Haas je weet dat je vervangen gaat worden, toch? Eens, alleen ik denk wel dat hij deze race, alles eruit gaat wat die in heeft. Want hij pakt een puntje. Ik denk dat hij gewoon echt een ontzettende flutauto dit weekend weer was. Maar Hulkenberg Hoezo? heeft ook een paar keer een hele domme fout gemaakt, hè? Nee, maar ja, eens. Maar, maar hey, luister, Magnus heeft een punt gehad. Met 10 ja, ja, okay, seconden straf, alles maar... Anders was hij achtste geworden. Ja, maar alsnog. Ja, maar de, daarom, ik denk echt dat hij een hele goede race heeft gegeven. En het is natuurlijk fucking zuur dat je vervolgens uh, pak je een punt, dan ga je naar team toe. En een anderhalf uur later zeggen ze: ja, ik krijg twee straf, strafpunten erbij. <laughs> dus je hoeft niet naar bakken te komen. Dus je bent weer een weekje vrij. thuis, eigenlijk. Ja, moet je doen. Ja, weet je niet, per ja. of zo? Uh... Ja, ik zal lekker thuis blijven. Ja, ja maar <laughs> dat, is, dat is geen uh, verrassing. Maar, maar iemand vroeg mij ook van, van de week: van, uh, moet hij niet al vervangen worden door Berma? Nou ja, dat was mijn volgende vraag, inderdaad. Nee, natuurlijk niet. Want hij weet je hoeveel hij heeft gedaan voor Haas. Ja, oké, okay, maar dan blijf je dus uit een soort van liefdadigheid. Laat je me in die auto. 100%. Dat is toch respect wat je aan hem toont? Ja, misschien moet je het vragen. Misschien wil je wel lekker thuis met zijn kinderen zitten. En, uh... Nee, nee, dan wil je als rijder. Nou, je wil überhaupt niet dat je een race nee, ernaast staat. Toe. En je, je wil wel aan die kinderen toe. Maar je wil nooit zeven uh, races voor het einde. Wil je, of acht races voor het einde. Dat ze zeggen van hé, hey, dikke lul drie bier zoals een sergeant. Dude. Dat is toch een, een ondergang in eerste klas. Dat wil je toch als Magnus en de verdient ja, het toch niet Ja, maar ik vind Sergeant en Magnus wel een ander Snap je, maar dat verdient dat de verdient Magnus het toch niet? Nee, maar dat is een andere kwestie. Maar je zegt zelf net hoe hard de Formule 1 is. Dan kan je toch beter een jongen erin zetten die zich al voorbereidt op volgend jaar. Weet ik, maar die heeft nog Formule 2 race te gaan. Plus daarnaast die heeft volgend jaar de kant. En hij is hartstikke jong. Dus laat die maar eens een lekker paar races rijden nog joh. Ik vond het wel verfrissend om weer zo'n Colapinto te zien. Die pakt een twaalfde plek. Ja, was leuk. Is goed. En toen ik zat er met Nicky van de redactie even over te hebben, toen zei ik van nou, kijk, als je even gaat kijken naar de uitslag van deze race. Er zijn echt al heel veel namen, eigenlijk gewoon vervangbaar. Toch? Ja, noem er een paar. Nou, eigenlijk iedereen... Uh, dan ben ik even mijn blaadje kwijt. Maar uh, laten we zeggen... Een uh, Ricciardo. Ja. Ocon. Ja, maar gaat naar haast. maar Bottas. E Ja, eens. Potters ook. Hulkenberg. Nee. Nee? zo Ja. Uh, ja, Gasly. Daar ben je natuurlijk constant nee. fan van. Um, maar Alba niet. Nee. Ik ben het met je eens. Uh, Tsunoda. Nee, zeker niet. Um, Perez? Misschien, ja. Nou, laat ik het zo zeggen. Hoeveel mensen kunnen blijven? Max blijft. Ach, Lando ja. blijft. Leclerc ja. blijft. Piastri, Piastri ja. blijft. Sainz blijft. Hamilton blijft. Perez, gooi je eruit? Ja, maar die zal wel blijven, maar die is wel, dat is wel toe aan vervanging. Ja, oké. Okay. Uh, dus gooi je er gewoon uit. Russell? Blijft. Antonelli? Alonso? Moet er ook hieruit. Stroll? Stroll. Ja, het blijft sowieso. Nee, maar hij moet eruit, toch? Ja, weet ik, maar hij blijft, dus daar kan je niet echt op. Nee, maar ik ben hier begonnen. Er is tijd vervangen. Ja, ja, dat, ja, ja, dat is ja, mijn punt ja, ja. even. Nee, maar weet je, het probleem is: kijk, je kunt natuurlijk zijn hele lijst wel afgaan, maar in mijn hoofd drinkt het ook wat soepeler dan hier. Snap ik. Alleen, het is, het is gewoon <laughs> heel moeilijk en lastig. Want je hebt gewoon te maken met die jongens die ervaring hebben. Die weten hoe zo'n team opereert, die weten hoe de Formule 1 opereert, die weten hoe die races gaan, noem het maar op. is dus mm -hmm. onwijs belangrijk dat je dan in een team zit die ontbouwend is, dat je dan zo'n rijder hebt. Ik kwam van die hoe belangrijk luk... is dat dan? Heel belangrijk. Heel belangrijk. Want je weet gewoon de procedures. Je weet hoe sommige dingen gaan. Je weet hoe die meetings lopen. Wie je was weet... dat bij jou? Jouw mentor, als het uh, ware? Uh, toen ik bij Caterham zat, Charles Piek had één race, één jaar Formule 1 gereden. En ik kwam er ook in aan. Dus er was helemaal niemand. Nee. Dus dan, dan word je uh, op een gegeven moment, dan moet je als rijder op gaan staan. En na een paar rijden zeggen, ja, ik was echt fucked. Is kwaad heb je daar meer van geleerd dan bijvoorbeeld? Heel mentor meer. had gehad, maar ja, als ik een mentor had gehad, dan is dat kunnen zien hoe het moet en ja, hoe, hoe je moet werken en moet hoe je daar niet zelf achterkomen? komen. Uiteindelijk is het beter als als zelf achter te komen, want het is misschien op de harde weg en dat is dat misschien ook. Dan moet je heel diep gaan. En het is natuurlijk wel lekker als jij een ervaren teamgenoot hebt. Oh, die doet dit, oh, die doet dat. Dus ga je mm -hmm. alles maar van leren en beter en beter en beter worden op een rustige manier. Zoals Antonelli die kan volgend jaar mega veel leren van een uh, George Russell. George Russell kwam bij Mercedes, Die heeft heel veel geleerd van een Hamilton. Hamilton. Ja, dat, dat zijn natuurlijk de, 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 de vetste momenten. Maar is het een sterk veld? Ja, zeker, jongens. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, kijk naar een uh, Piastrië, uh, Kijk naar een Alonso. Of uh, naar een, uh, een Lando. Kijk naar Max Verstappen, een Hamilton, een Leclerc. Een um, Russell, die doet ook gewoon hartstikke goed. Yo, dat zijn allemaal gasten die gewoon race kunnen winnen. Mm -hmm. En die het gewoon echt snel zijn. Ja. Sluiten we hem af met... Uh... Ripple? Ja, kijk, ik denk er al heel veel over gezegd, gezegd is afgelopen en vandaar. Dagen. Maar het enige wat ik erover kan en wil zeggen is dat als we iemand hebben binnen een team die al drie keer wereldkampioen gaat worden en die het voor de vierde keer weer gaat worden, die heeft gewoon de capaciteit, de ervaring en die weet hoe ze zo'n titel naar binnen moet slepen. Hij weet ook dat hij het voor elkaar gaat krijgen. Die de problemen die er nu zijn. Alleen ze moeten het gewoon intern oplossen. Uh, er is een onbalans in de auto. Ze hebben het op dit moment niet goed voor elkaar. Maar we moeten ook natuurlijk niet allemaal veel te gek gaan doen. Van ja, het is allemaal drama. Het is allemaal slecht. En bla bla bla. Jongen, ik heb dingen voorbij zien komen van de week. Ik dacht echt van wat de fuck. Zoals? Nou ja, ik ga geen namen noemen. Ik denk dat het, dat het ook zeker niet uh, hoeft of moet. Maar hou de rust. Hou... Het vertrouwen erin, het komt goed. Die jongen gaat wereldkampioen worden, geloof ik 100% zeker. Durf ik die fles wijn die ik verdiend heb voor jou, dubbel in te zetten? Ja, ja. maar waar, waar haal je die zekerheid vandaan? Want ze moeten best nog er komen, nog wat races aan. Omdat er een paar circuits aankomen wat max goed ligt, waar die redpool wel goed is. Ja, maar, maar... Uh, ze hebben natuurlijk die bandentest nu gehad. Een dag daar hebben ze natuurlijk ook weer wat dingen uitgehaald, wat dingen geprobeerd. Dus... in de auto, echt waar. Ik weet zeker dat het onbalans wat ze hebben die auto is nog steeds wel goed, misschien niet het beste, maar ze hebben wel de beste. Circuit. Maar zou die, bedoel je zegt, net, er komen nog wat squeeze aan, zou, zou dat voor Monza ook niet gelden dan? Maar Monza is wel typische squeeze, lange rechtstukken, veel power moet je hebben, licht aan als van motorsettings motor je kan rijden, licht aan hoeveel downforce je de auto hebt, is wel specifiek. Baku is weer iets normaler, Singapore is weer een beetje specifiek, maar dan kom je zometeen in Amerika aan, Austin is normaal, Brazilië is normaal, Abu Dhabi is normaal. Ja, en daar moet hij de punten pakken. Ja, maar... Oké. Okay. En jij denkt dat Max er ook zo over denkt? Jij ja, 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 spreekt hem nog wel eens. Hij is natuurlijk kritisch. Hij mm -hmm. is natuurlijk ook kritisch naar zijn team toe. En ja, hij wil zeggen van jongens, even wake the fuck up. Ja, maar, maar dat mag ook. Dat, dat, dat is allemaal prima. Alleen, ja, weet je... Je moet niet vergeten, voor de zomerstop was het ook niet helemaal super. Mm -hmm. heeft hij de meeste punten gescoord. Na de zomerstop wordt hij tweede. Prima resultaat toch. Ik bedoel, niet wat hij gehoopt had in Nederland. Maar hij wordt tot tweede, pakt toch 18 punten. En nu is de eerste race wat niet helemaal van de leien dak ging. En iedereen doet net alsof er 26 man, man over boord gevallen is. Ja. Toch? Ja. Hou de rust, het komt allemaal goed. Ik vind uh, je bent de eerste keer, eerst, uh, die ik een beetje positief over hoor. Ja, dan. ik ben waarschijnlijk ja. ook de, de, de enige in Nederland. Ja. <laughs> dat, is dat je een fles wijn kan permitteren. Goed. Um, de verlaten editie van D-Rest Ratio was deze. Of die. of die. Ik weet niet welke camera het is. Die. Die. Nou, dan mag jij de afsluiting doen. Ja, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dan zijn we er wel weer op dinsdag. Ja, en dan gaan we. Uh, voor Beschouwen. Op Baku. Baku. Ben jij nog nooit geweest, toch? Nee. En nou, wel op Moois Wel op in Azerbeidzjan <laughs> Hetzelfde oodzak. Oké, okay, dit was DRS rs ratio.